Keurig. Goedemorgen allemaal. Mag ik u verzoeken om plaats te nemen? Er is nog wat gebommel. Hartelijk welkom op deze mooie zaterdagmorgen hier in het Science Center. Wij zijn altijd heel blij dat we hier terecht kunnen als histechnica en als geschiedenis der techniek. Mijn naam is Joost Albers en ik ben de programmacommissaris van beide verenigingen. Ook vandaag worden we weer gestreamd, zoals dat heet. Dus dat betekent dat er ook op dit moment mensen thuis online zijn. U ook van harte welkom. U weet dat dan daarna deze voordracht ook wordt gezet op de website. Dan worden ze nog eventjes behandeld natuurlijk, dat de pauze eruit gaat en de inleiding. Maar dan kunt u altijd, dat weet u dan, ook als u niet kan, later nog eens een keer de voordracht bekijken. Vandaag hebben we een voordracht van Han Heijmans, dokter Han Heijmans, met de titel, en u ziet het hier, Adrien Huet en de waterlocomotief. Velen van u kennen Han natuurlijk. Han die heeft natuurkunde gestudeerd in Utrecht, is daar ook gepromoveerd. En is een aantal jaar, ik geloof al 13 jaar, is hij directeur geweest van het Techniekmuseum hier in Delft. Hij is een enorm gewaardeerd lid van Histechnica. En ik heb hem zelf meegemaakt toen afgelopen grote excursie naar Italië. En toen hadden we Olivetti hadden we bezocht. En in een rit daarna nam Han even het woord in de bus om via de microfoon een leuk verhaal te doen. En toen dacht ik van nou, die man moeten we hebben voor een lezing voor ons Histechnica. En zo is het gekomen. U heeft gekozen, Han heeft gekozen voor deze titel, voor deze man, Adrien Huet. Het is een hele markante figuur, begrijp ik. Hij is, we gaan er dadelijk veel meer over horen. Ik ga zeker niks erover zeggen. Maar voordat we verder gaan, eventjes het programma. Het is de bedoeling dat we om een uur of 12 zeg maar even weer een pauze hebben. Ook u thuis kan dan aan de koffie of wat dan ook. Wij ook hier. En dat we daarna dan weer doorgaan met eventueel de afronding van de voordracht. En in ieder geval een mogelijkheid tot het stellen van vragen en misschien een kleine discussie. Dus ik geef nu graag het woord aan Han. Ja, dankjewel Joost voor je vriendelijke inleiding. Je legt de lat meteen wel weer erg hoog, denk ik dan. Maar ik zal proberen ook maar enigszins in de schaduw, in de buurt van de schaduw te komen van de verwachtingen die je hebt gewekt. Beste mensen, beste toehoorders. U kent de 19e eeuw natuurlijk als de eeuw van de techniek. Maar het was ook de eeuw van de romantiek. En samen met die romantiek hadden we ook te maken met een opkomend chauvinisme en opkomend nationalisme zelfs. En overal in Europa werden comité's opgericht die zich bogen over de vraag welke grote nationale kopstukken verdienen nu eigenlijk een standbeeld? Wie moeten wij op een voetstuk plaatsen? En men keek wel eens terug van hoe is dat nou in zijn gang gegaan en men kwam tot de conclusie dat de minst beschaafde landen, die richten standbeelden op voor koningen en generaals met helmen, met wapperende veren, hoogtepaard op het stationsplein en zo. Maar de beschaafdere landen, die richten standbeelden op van mensen van de kunsten. Schrijvers, dichters, architecten, schilders, muzici, noem maar op. Maar de echt beschaafde landen, die richten standbeelden op van mensen van de wetenschap. Nou weet ik natuurlijk niet waar wij als Nederland dan staan. Ik denk dat dat niet zo heel erg best is. Als goed Calvinistisch land hadden we sowieso niet zoveel standbeelden. Nou, daar kan ik natuurlijk niet heel Nederland over zien. Maar laten we dan eens kijken naar Delft.
De stad van de Koninklijke Academie en de stad van de Polytechnische School. Hoeveel wetenschappers, hoeveel hoogleraren van de TU Delft en zijn voorlopers zouden nou een gedenkteken hebben gehad, denkt u, in Delft? Nou, u weet het natuurlijk wel. Dat was er maar één, namelijk Adrien Huët. En dat betreft deze bank, het is maar een kleine gedenkteken natuurlijk, is ontworpen door Adolphe Leconte, grondlegger van de Delftse Art Nouveau. Hij was ook leraar in de decoratieve kunst aan de Polytechnische School. En op zijn rug ziet u een medaillon, Adrien Huët, hoogleraar. Dat medaillon is van Arend Willem Maurits O.D. Hij was ook hoogleraar aan de Polytechnische School in boetseren en beeldhouwkunst. Nou, waar heeft Adrien Huët dan dat medaillon aan te danken? Hij was 32 jaar leraar aan de Polytechnische School en 3 jaar slechts hoogleraar. Dus pas op 60-jarige leeftijd werd hij benoemd tot hoogleraar. Hij heeft ontzettend veel gepubliceerd. Dat waren dan hoofdzakelijk eigen brochures die hij in omloop bracht. Hij heeft zelfs zodanig veel gepubliceerd dat tijdens zijn overlijden de uitgeverij Waldman op de Binnenwatersloot, die zat er tot voor kort nog steeds. Tijdens zijn uitvaart had hij de hele etalage gevuld met uitgaven van Adrien Huët. Dus wat u ziet is nog maar een kleine greep uit wat hij allemaal heeft gepubliceerd. Maar u kunt zich voorstellen dat hij zich dus ook met een enorme hoeveelheid aan onderwerpen heeft bezig gehouden. Vanaf polderbemalingen tot aan de handelspolitiek, vanaf de geschiedenis van de stoommachine tot de octrooiewet, vanaf de oorlog in Aceh tot en met de bemaling van de Zuiderzee, de nieuwe waterweg in Rotterdam, de duinwaterleiding in Den Haag. Nou, ga maar door. Je kunt zich voorstellen dat hij dus ook niet overal evenveel verstand van had en ze nu en dan wel eens een publicatie opleverde waar wel eens wat kritiek op kwam. Wat dat betreft was het niet een onomstreden figuur. Hij heeft geen polders ingedijkt, geen sluizen of kanalen aangelegd, geen belangrijke uitvindingen op zijn naam. Er is geen wet van Huët, maar er is toch een gedenkteken. Nou, ik ga u proberen uit te leggen waarom dat dan het geval is. Mijn voordracht bestaat uit 2 delen. Het eerste stuk, wie was Adrien Huët? Met een paar vreemde titels die ik straks wel zal uitleggen. Dan komt er een pauze met hopelijk koekjes. Ik heb Gert-Jan gezien, dus dat komt goed. Hij heeft ze bij zich. En daarna ga ik u nog wat vertellen over die waterlocomotief, maar dat hoort u dan. Eerst maar eens de feitjes over Adrien Huët. Geboren in 1836 als zoon van een Waals predikant. De familie Huët was al een aantal generaties Waalse predikanten. En als zodanig, mag ik eigenlijk tegenwoordig niet meer zeggen, maar was Huët ook een beetje een domineeszoon. Maar ik bedoel dat dan in die zin dat hij zeer erudiet was, welbespraakt. Ook wel erg breedsprakig. Hij had heel veel woorden vaak nodig. Hij kende zijn talen. Citaten van 1,5 bladzijde in het Frans zijn bepaald geen uitzondering. Hij was ook wel eens een beetje drammerig. Een beetje volhardend en drukte zijn zin een beetje door. Ja, dat was een beetje de persoon Huët. Zijn vader overleed al op vrij jeugdige leeftijd. Huët was 10 jaar en dat betekende dat hij op zijn 15e al aan het werk moest. En hij kwam te werken bij de fabrieken van Paul van Vlissingen, Dudok van Heel. U heeft 2 maanden geleden gehoord dat van Vlissingen niet alle expertise steeds meer uit Engeland wilde halen en intern eigen mensen wilde opleiden. En Huët was dus een van die leerlingarbeiders die bij van Vlissingen aan het werk ging. En hij zag daar alle afdelingen van de fabriek. Dus van de montagehal tot de assemblagehal, de werkplaatsen, de tekenkamers. Overal liep hij rond. Hij was bij tijd en wijle zelfs opzegter van werken, want het was toch wel een charmante en intelligente jongen. En hij vond dat werk aan die machines zo verschrikkelijk leuk dat hij werktuigbouwkunde wilde gaan studeren. Alleen die opleiding was er niet in Delft. De Koninklijke Academie kende civiele techniek, verder de opleiding tot industrie- en fabrieksingenieur, mijneningenieur en voor de eik van maten en gewichten. Maar bij civiele techniek zaten eigenlijk de klassieke technische onderdelen als werktuigbouwkunde, waterbouwkunde, mijnbouwkunde, bouwkunde in het algemeen. Dus hij ging aan de Koninklijke Academie heette het toen nog, civiele techniek studeren. Hij moest toelatingsexamen doen, want zijn vooropleiding was daar niet voor geschikt. Maar hij slaagde met vlag en wimpel en werd meteen in het 2e jaar toegelaten. En tegen de kerst vonden de docenten dat hij zo knap was dat hij al meteen door mocht naar het 3e jaar. Dus in 2,5 jaar
doorliep hij de Koninklijke Academie. Dus dat was best een snelle carrière. Waarschijnlijk ook wel grotendeels gebaseerd op de ervaring die hij bij Dudok van Heel had opgedaan. Na zijn studie maakte hij een grote reis door Europa. Hij ging naar Duitsland, naar België, Frankrijk, maar natuurlijk ook naar Engeland. En daar trok hij ook zo nu en dan weer eens het werkmanpak aan, zoals hij zei, hier in Manchester. En wat hem toen opviel was dat de arbeidsomstandigheden in Engeland toch eigenlijk wel bedroevend waren. Het was echt geen doen. De mensen daar, allemaal dagloners natuurlijk, bleven vaak op de maandag gewoon weg. Sommigen bleven zelfs op de dinsdag nog weg en een enkeling zelfs nog op de woensdag. Dat was toch geen werken. Dus hij bedacht op een gegeven moment, toen hij terugkwam vanuit zijn reis door Europa, hield hij een voordracht voor de Maatschappij voor de Nijverheid onder de titel Wat kunnen wij doen voor onze werklieden? Want hij zag dus dat dat helemaal niet goed kwam. En hij kwam tot de conclusie dat dat veroorzaakt werd doordat de werknemer en de fabrikant verschillende doelen hadden. De fabrikant wilde natuurlijk niet meer betalen dan strikt noodzakelijk was. En de werknemer had ook niet zoveel zin om harder te werken dan strikt noodzakelijk was. Dus, zei Huet, de fabrikant en de werknemer hebben gewoon hetzelfde doel nodig. Dus hij kwam met het voorstel van winstdeling. Nou, dat was in die tijd best revolutionair. Het was niet de eerste, het werd hier en daar al wel toegepast. Maar dat was zeker nog niet veelvuldig toegepast. Maar hij hield die voordracht dus voor een vereniging van fabrikanten en aandeelhouders. Dus hij moest heel veel woorden besteden. Hij maakte ook heel veel berekeningen om te laten zien dat dat ook voor die fabrikanten wel voordeel had om dat te doen. Je moest toch vooral niet het idee hebben dat dit soort ideeën socialistische ideeën waren. Hè? Dat moest men niet denken. En die winstdeling was ook alleen voor die arbeiders die ook echt hun best deden en goed werkten. En als er een keer geen winst gemaakt zou worden, ja, dan zou misschien de motivatie om te gaan werken wegvallen bij de arbeiders. Nou, dan kon de directeur ze gewoon ontslaan, want er waren in het buitenland vast wel mensen te vinden die dat systeem van winstdeling wel zagen zitten. Nou, dat kwam hem dus op ontzettende kritiek te staan, want 8 jaar later publiceerde hij die ideeën. En in het NRC kwam al zoiets te staan van, die UET heeft niet het beste voor met die werknemers. En in De Werkman, dat is een van de eerste bladen uit de arbeiderspers, staat zelfs te lezen, de titel had niet moeten zijn, wat kunnen wij doen voor onze werklieden, maar wat kunnen wij doen om onze kapitalisten en fabrikanten nog ruimer winsten te doen trekken. Dus hoewel UET het beste voor had met de werknemers, daar kunnen we er echt niet aan twijfelen, hij heeft jarenlang onder hen verkeerd, wist hij zijn verhaal zo te verpakken dat hij eigenlijk meer vijanden opwierp dan vrienden kreeg. En dat tekent een beetje de persoon Huet. Hij was een beetje onhandig in die dingen. Het was geen diplomaat, hij was recht voor zijn raap, hij zei waar het op stond. En dat werd hem niet altijd in dank afgenomen. Ik heb nog een voorbeeld, een beetje aan het einde van zijn carrière. De oorlog in Atjeh, we hebben het over 1896. Hij stuurt een artikel naar het Algemeen Handelsblad, waarbij hij zegt van de geconsolideerde stelling in Atjeh, daar heb ik een ontwerp voor. Ik zal er niet te veel uitweiden over die geconsolideerde stelling, maar dat was een beetje de plek waar de troepen zich konden terugtrekken als het allemaal wat te heet onder de voeten werd. En hij stelde voor om, je ziet daar een spoorlijn lopen aan de buitenkant, om daar een dijk omheen te leggen. En dan de rivier de Atjeh, die is hieronder zichtbaar. Ik zie zelf geen rood puntje. Ja, hier, dit is de rivier de Atjeh. Daar is Lamburu en daar moest dan een afsluitdam komen. En naar goed Hollandse traditie zou dan in geval van nood die dam ervoor moeten zorgen dat het buitengebied onder water zou komen te staan. Dus het inundatie-idee wat wij in Nederland zoveel hadden, dat moet je daar ook doen. En voor de rest zei hij, je moet de Atjeh verder uitdiepen, havenhoofden aanleggen, verdedigingsforten en dat soort dingen. Hij had een hele ontwerp. Nou, dat kwam er toen op kritiek te staan, want was helemaal niet geen doen om zo'n Lamburu-dam aan te leggen. Want dat hebben we trouwens een maand geleden gehoord. Die rivieren in Indië waren veel te wispelturig. In de regentijd was het een enorme wilde rivier. En in de droogte tijd stond die rivier droog. Dus afdamming en het gebruik als een systeem voor inundatie, dat was gewoon onzin. Dat kon helemaal niet. Het wordt ernstig betreurd, lezen we in de krant, dat een ernstig Nederlands ingenieur zulk een loopje met Indië en Nederland neemt door een dergelijk onbekookt plan op te werpen. De verwarring en onzekerheid in zaken Atjeh is werkelijk al groot genoeg. Maar dan kennen we Huet natuurlijk niet. Die gaat gewoon door. Een half jaar later komt hij met een nieuw ontwerp. Hij is wel zo verstandig om die inundatie nu weg te laten. Maar hoewel hij zegt van ik ben geen militair ingenieur, maar een burgerlijk ingenieur, bemoeit hij zich eigenlijk met allerlei zaken die toch wel een beetje op het militaire terrein liggen.
Hij heeft over de verblaasbaarheid van troepen, over de verdedigingspunten, over het weghalen van de bebossing rond die dijk, zodat we daar schootsvelden zouden hebben. Zelfs de aflossingen van de wacht bemoeit hij zich mee. Nou, dat komt er dan weer op kritiek te staan van Egbert Jan Kielstra. Dat was een oud KNIL-officier, ook lid van de Tweede Kamer. En die zegt uit een politiek en militair oogpunt is het advies van professor Huet naar onze innere overtuiging, gegrond op hetgeen de ervaring geleerd heeft, volstrekt verwerpelijk. Dus kortom, hij kreeg het ook daar weer voor zijn oren. Huet was iemand die makkelijk weerstand opriep, maar ook makkelijk mensen voor zich wist te winnen. Wat te denken van het volgende idee. Dit is de ruïne van het kasteel Ravenstein in Heenvliet. En Huet had het idee om dit kasteel om te vormen tot een nationaal monument voor Angelus Meruda. Heeft u daar ooit van gehoord? Ik had er nog nooit van gehoord. Maar het is de priester, waarschijnlijk de eerste aanhanger van de leer van Luther in Nederland. Nou, dat was in de tijd natuurlijk niet zo handig om te doen. Dus hij werd opgesloten hier in dit kasteel Ravenstein. Vervolgens in de gevangenpoort in Den Haag gemarteld en hij verdween op de brandstapel. En het verhaal ging dat Meruda, ik heb nog een plaatje van hem daar, op het laatste moment nog vertrouwen in Luther afzwoer en dus terugtrok. Maar daar wilde Huet niks van weten. Zei, dat kan niet waar zijn. Iemand die zou toch volhardend moeten zijn in zijn standpunten. En hij geloofde er niks van dat Meruda zijn leer had ingetrokken. Hij verdiende een monument en hij wilde dus dat kasteel tot monument omvormen. Nou, er is natuurlijk niks van gekomen. Maar het aardige is dat al dat soort Geuring, die hij wist op te roepen, hij wist hij de kranten mee te halen en hij werd gewoon de bekende Nederlander op die manier. Voorstanders, tegenstanders, men kende Huet en dat mag ook blijken uit de volgende anekdote. Hij ging een keer naar het archief in Den Briel, waar hij onderzoek wilde doen naar deze Meruda. Maar het was een late op de dag en dit verhaal heeft de archivaris zelf in de krant doen verschijnen. Dus de archivaris had niet zoveel zin om nou weer nog een gast te ontvangen. Hij was ook de enige. Dus hij zei tegen Huet van, ja sorry, de archivaris is niet thuis. En toen zei Huet, oh, even kijken. Als het goed is heb ik hier een, nee dat heb ik niet. Dat moet ik even uit mijn hoofd doen. Huet zei zoiets van, toe geef hem dit kaartje en u zult zien, de archivaris zal zo voor mij staan. En toen schrijft de archivaris zelf, en of die man gelijk had. Ik had al jaren uitgekeken om deze man eens een keer te ontmoeten. He, dus zo beroemd was hij dan toch ook op dat moment wel. Maar tegenstrijdig, voorstanders en tegenstanders. Goed, nu we Huet een beetje hebben leren kennen, neem ik u weer terug naar zijn reis door Europa. En met name door Engeland. Waar hij allerlei machinefabrieken heeft bezocht om het vak werktuigbouwkunde beter te leren kennen. Maar op een avond stond hij in Liverpool op de kade en hij zag daar de schepen de Mersey verlaten, de open zee op. En hij kwam in zijn gedachten terug de beelden die hij had in Amsterdam van de schepen met volle zeilen gehesen die het Zuiderzee opvoeren. En toen kwam hem ook het college te binnen wat hij had gevolgd bij Duco Johannes Storm Buizing. Dat was een waterstaatskundig ingenieur die gedetacheerd was bij de Koninklijke Academie als hoogleraar. En Storm Buizing vertelde zijn gehoor dat men plannen had om een kanaal te graven vanaf Wijk aan Zee naar Amsterdam, dwars door de smalste doorsnijding van Holland, Holland op zijn smalst. Dat is de oorspronkelijke betekenis van Holland op zijn smalst, de plek van Wijk aan Zee tussen Amsterdam. Daar wilde men het latere Noordzeekanaal gaan graven. Nou, dat vond Huet eigenlijk helemaal niet zo'n goed idee. Een kanaal met sluizen, 60 meter breed, schepen moesten gejaagd worden. Dat leek hem maar niks. Dus hij keek uit over de Mersey en hij dacht, Amsterdam zal nooit een Liverpool of een Londen worden. Of de Noordzee moet voor de stad stromen, zoals de Zuiderzee dat tot nu toe gedaan had. Dus hij had het idee om een kilometer brede sleuf te laten graven vanaf Wijk aan Zee tot aan Amsterdam, zodat Amsterdam een zeehaven zou worden. Deze Duco Johannes Storm Buizing heeft die plannen die er toen door de Waterstaat werden ontwikkeld voor dat kanaal besproken samen met Van der Kun. En ik laat een plaatje even zien omdat hij natuurlijk een van de oprichters van de Koninklijk Instituut van Ingenieurs is. Maar Huet zei dus, we willen een open doorgraving hebben. En hij schreef, toen hij net terug was uit Engeland, meteen een brief naar Thorbecke. Thorbecke die was een maand geleden ervoor.
een maand geleden daarvoor benoemd tot minister-president in zijn tweede kabinet Thorbecke. Nou, ik weet niet of jullie gewend zijn om een brief te sturen naar de minister-president, maar u weet, deed dat dus wel. Met het verhaal dat die, open door, dat die doorsnijding door Holland op zijn smalst, dat dat eigenlijk geen goed plan was. Dat moest een open verbinding met de zee worden. Dezelfde maand presenteert hij 3 stellingen bij de vergadering van het KIVI over dit onderwerp. In april houdt hij een lezing voor Felix Meritis over dit onderwerp. In juni weet hij de Maatschappij voor Nijverheid zover te krijgen dat hij een adres aan de koning richtte. Met het eerbiedige verzoek dat het u, sire, mogen behagen het plan van de ingenieurwet om de Noordzee te brengen voor Amsterdam te doen onderzoeken door een commissie van deskundigen bestaand uit ingenieurs, zeelieden en handelaren. En in september komt hij weer terug bij het KIVI met dit onderwerp en ook in november en wordt het allemaal volop besproken. Nou, hier ziet u een tekening van zijn plan, ja, een beetje met de liniaal getekend zou je zo zeggen. Dat moest de open doorsnijding worden met van een kilometer breed. Nou, die plannen die vielen helemaal nog niet zo slecht bij het KIVI. Er werd flink wat over gesproken. Eigenlijk vond men het best een goed idee, zo'n zeehaven. Dat is eigenlijk beter dan die sluizen, dat vond men ook wel. Maar, hoe zat het nou met de verzanding? We wisten nou zeker dat er geen zandbanken zouden ontstaan voor Amsterdam. Dat is natuurlijk het trauma van Amsterdam geweest. Hoe zat het met de verdedigbaarheid van Amsterdam in tijd van oorlog? Want het moest ook weer niet al te gemakkelijk benaderbaar zijn. Hoe zat het met de bedijking? Want als het zo'n brede doorgraving zou worden, had je zeedijken nodig en geen kanaaldijken meer. Dus hoe was dat geregeld? En zo kwamen er allerlei bezwaren. W.F. Conrad, die noem ik ook nog maar eventjes, F.W. Conrad, sorry. Tweede oprichter van het KIVI. Die rekende zelfs voor dat het 200 miljoen zou gaan kosten om die doorgraving tot stand te brengen. Terwijl het Noordzeekanaal, zoals het op dat moment gepland was, ongeveer 18 miljoen zou kosten. Dus men vond het wel, wel een goed idee, thanks but no thanks. Daar komt het een beetje op neer. En dat is ook niet zo vreemd, want die ideeën rond dat Noordzeekanaal die waren al in ontwikkeling sinds 1848. Er waren diverse plannen, er waren allemaal voorstanders en tegenstanders. De ene zei, je moet het kanaal bovenlangs het IJ laten voeren, zodat Zaandam ontsloten kan worden. De ander zei, nee, je moet het onderlangs laten voeren, ten behoeve van Haarlem. De ene zei, je moet het afdammen bij de Zuiderzee om de zandbanken te voorkomen. De ander zei, nee, je moet het juist weer open houden voor de binnenlandse scheepvaart. Kortom, er was heel veel om te doen. Uiteindelijk had de Raad van de Waterstaat dan een plan gemaakt. En er was ook concessie verleend aan de speciaal daarvoor opgerichte Amsterdamse kanaalmaatschappij. Dus dat UET, dat verhaal van die nog eigenlijk onbekende pas afgestudeerde ingenieur, dat maakte geen enkele kans. Nou, dus UET ging zich met andere ontsluitingen van Amsterdam bezighouden. Zo kwam hij hier met het idee om de Rijnspoorweg te verbinden met de Hollandse IJzeren Spoorweg. De Rijnspoorweg heeft hier rechtsonder een kopstation en de Hollandse IJzeren Spoorweg, dat is bij het Weesperplein. En de Hollandse IJzeren Spoorweg heeft daar rechts, linksboven, bij de Haarlemmerpoort zijn kopstation. En nu wilde die twee met elkaar verbinden. Hier ziet u een grote kromme route. Dit is nog een extra halte bij het Antropo-dok. En hij wilde ze met elkaar verbinden, die twee bovenlangs langs de haven en een groot centraal station op het Damrak. Daar had hij het centraal station gepland. En dit ontwerp komt uit 1867. En precies in dat jaar was er weer opnieuw heel veel turbulentie rond dat Noordzeekanaal. Want men kreeg de financiering niet rond. U ziet het, de kosten van de staat waren veel te groot. De spoorwegen kosten heel erg veel. Ook de waterwegen hadden een iets kleinere voetklem zo te zien. Maar de staat keek eigenlijk naar de handel. En u ziet daar, ja, ziet er een beetje uit als een chageraar. Een verkoper van aandelen van Holland op zijn smalst, dat steekt uit zijn zak. Maar de kapitalist houdt beleefd zijn hand op en zegt van nee, dank u, ik ga daar niet in mee. Kortom, het geld kwam niet bij elkaar. En uiteraard kwam Huet weer met zijn verhaal en zei van, joh, je moet die open doorgraving gaan doen. Dus hij pakte bij de gelegenheid weer zijn kans en hield voor het congres, ja dankjewel, hield voor een congres in Den Haag in dat jaar weer een voordracht. Waarop de Maatschappij voor de Nijverheid besloot om dan maar zelf een commissie in te gaan richten die zou onderzoeken wat de plannen van Huet opleverden. Want op het eerste verzoek aan de koning was helemaal geen reactie gekomen. Dus er werd een nieuwe commissie ingericht onder leiding van de derde oprichter van het KIVI. Ja, ik ken mijn gehoor, hè? Gerrit Simons.
Goede vriend eigenlijk wel van de wet. Die twee konden elkaar goed vinden. En die commissie kwam eigenlijk wel een beetje tot dezelfde conclusies. Van goed plan, nuttig voor de handel. Maar hoe zit het met de zandbanken en hoe zit het met de zeeweringen? Nou, en voordat die discussie eigenlijk goed en wel op gang kwam, was het de koning zelf die aan de burgemeester van Amsterdam zei van, de zaak is geregeld, het Noordzeekanaal komt er, full stop. Dus het had eigenlijk geen zin meer om daar nog over te discussiëren. Nou, kennen we uw wet natuurlijk zo langzamerhand, die gaf niet op. Hier hebben we een ontwerp voor de afsluiting van de Zuiderzee ter voorbereiding op de droogmaking, gedeeltelijke droogmaking, 1871, dus we zitten het alweer 4 jaar later. Maar u ziet daar linksonder nog steeds die open doorgraving zoals hij dat wilde hebben. Ja, daar ziet u, dat is die open doorgraving, u herkent het waarschijnlijk. Hierboven ziet u de afsluitdijk al geprojecteerd. Hij had een kanaal van Medemblik tot Horen in gedachten om de Zuiderzee toch nog bereikbaar te maken. Dus hij zette gewoon door, wat ook blijkt uit zijn volgende ontwerp voor de spoorwegen. Want hier ziet u boven, wat je ziet is dat hij hier het centraal station op de plek heeft geplaatst waar het nu ook staat. In 1974 is dit, dat is 4 jaar voordat Amsterdam besloot om het centraal station daar inderdaad neer te gaan zetten. Want het was toen ook nog sprake om dat op het Leidseplein te doen. Hij heeft dus weer de Oost-West-verbinding met elkaar hier in het noorden. Maar wat veel interessanter is, hij heeft hier de Buiksloterham en Vollewijk doorgraven met een buitenhaven. En hij heeft een verbinding gelegd tussen het Centraal Station en de Willemsluizen. Dit zijn de twee Willemsluizen die voor de ontsluiting via het Noordzeekanaal, voor het Noord-Hollandskanaal dienden. Daar heeft hij een grote brug geprojecteerd. Dit is doorgraven. Hier heeft hij dus twee binnenhavens in feite. Want die twee delen zijn met elkaar gescheiden door die mooie brug die daar ligt. Links ziet u het Centraal Station. Hier die brug. Dit zijn de twee Willemsluizen. En daar de open verbinding met de Noordzee. Dus hij hield daar wat dat betreft wel vol. Maar het kwam er niet van. En toch kreeg Huet op allerlei punten gelijk. In 1883 was de zaak al failliet. De Amsterdamse kanaalmaatschappij trok het niet. Dus alles werd naar de staat overgeheveld en de staat was al meteen van plan om een nieuwe sluizen bij IJmuiden te gaan bouwen. Want die sluizen waren nu alweer veel te klein. Al 5 jaar, in 1878 openden ze de sluisdeuren. Al na 5 jaar besloot men dus om nieuwe sluizen te bouwen, want ze waren te smal. Dat duurde nog een tijdje tot 1896, als ik me niet vergis, kwamen de nieuwe sluizen tot stand. Voor die tijd al waren de geluiden van als er nieuwe sluizen komen, dan moet het ook dat Noordzeekanaal verbeterd worden. Want die grotere schepen kunnen daar niet door. En dat jagen, dat is toch allemaal geen doen. Heel veel discussie was er weer nodig, waar Huet zich ook weer mee bemoeide. Huet heeft zelf bij de Kamer nog ingesproken met zijn plan voor de open doorsnijding. Maar het mocht allemaal niet helpen. In 1899 werd de wet goedgekeurd voor het verbeteren van het Noordzeekanaal. En tijdens de feestelijke viering daarvan in Krasnapolski in Amsterdam werd Huet ook weer in herinnering teruggeroepen, want hij was net enkele dagen daarvoor overleden. Dus men refereerde naar Huet die zo vasthoudend was geweest aan de doorgraving van Holland op zijn smalst. Maar dat plan zou dus de volgende dag ten graven worden gedragen samen met Huet. Wat overigens niet helemaal waar was, want nog in 1912 kwam niemand minder dan Cornelis Lely op dat plan terug. Bij de westelijke uitbreiding van de havens van Amsterdam stelde Lely voor om de sluizen van IJmuiden op te schuiven naar de rand van de haven van Amsterdam en dus de rest toch weer een open doorgraving te laten zijn. Dus er zouden maar 1 sluis tussen de havens en de Noordzee komen te liggen. Maar goed, dat heeft het niet gehaald. Goed, we hebben nu Huet een beetje leren kennen als een creatief denker, een onafhankelijk denker, maar nog niet echt als een heel erg succesvol iemand. Niet iemand waarvan je nou denkt van, god, daar gaan we eens een monument voor oprichten. Maar ja, u raadt het natuurlijk al wel, dat monument heeft hij te danken aan dat 35-jarig docentschap aan de Polytechnische School. Want dat monument is niet opgericht door een of andere commissie die namens de staat keek wie onze nationale helden waren, maar is opgericht dankzij zijn leerlingen, die hem dus een persoonlijk dankjewel wilde zeggen. Want dat onderwijs van Huet was toch wel anders dan men eigenlijk gewend was. En ook een beetje anders dan men eigenlijk wenste. Maar ik neem je eerst terug weer naar de periode kort na zijn reis door Europa. Want in
was 1862, toen Huët zijn brief aan Thorbecke schreef, was Thorbecke met heel iets anders bezig, namelijk met de nieuwe wet op het middelbaar onderwijs. En die nieuwe wet op het middelbaar onderwijs, die schonk het land een grote en blijvende weldaad, zoals hij dat zelf noemde, met name door de stichting van de HBS. Nou, dat verhaal kent u natuurlijk. En dat de HBS een weldaad was voor het land, dat blijkt ook wel uit het feit dat veel historici hebben bevestigd dat die vorming van de HBS eigenlijk de grote aanleiding was dat Nederland een nieuwe gouden eeuw beleefde. Een gouden eeuw met heel veel Nobelprijswinnaars in het begin van de 20e eeuw. Alleen die HBS was daar helemaal niet voor bedoeld. De HBS was bedoeld voor opleiden van mensen, voor het kader in de zich ontwikkelende, industrialiserende samenleving. Nou, bovenop die HBS zou dan ook een nieuwe vervolgopleiding moeten komen, de Polytechnische School. En die Polytechnische School kwam dan in de plaats voor de Koninklijke Academie hier in Delft. Maar dat vonden die docenten van de Koninklijke Academie eigenlijk helemaal niet zo leuk, want die waren eerst docent aan een Koninklijke Academie. En nou zouden ze aan een school voor het middelbaar onderwijs les gaan geven. Dus dat was toch best wel een beetje een degradatie. Dus er was best wel veel protest tegen. En ook Huët, nog voordat hij bij de Polytechnische School betrokken was, hield in 1861 voor de Vereniging van Burgerlijke Ingenieurs hier in Delft een verhaaltje waarvan hij zei van wij moeten het ingenieursonderwijs gaan rekenen tot het hoger onderwijs en niet tot het middelbaar onderwijs. De ingenieurs toen waren bij elkaar gekomen en klaagden over het feit dat de ingenieurs eigenlijk geen status en aanzien hadden en zo in vergelijking met de mensen die allemaal de universitaire opleiding hadden gehad. En dus zei Huët, je moet ook de ingenieursopleiding tot het hoger onderwijs rekenen. Als we niemand maakt misbruik van een titel meester in de rechten of van een advocaat of een arts. Dus een ingenieur en een architect moet op hetzelfde niveau komen te staan en dus moet dat tot het hoger onderwijs komen. Heel veel mensen, zegt hij, die aan de Koninklijke Academie zijn afgestudeerd, gaan later promoveren in Utrecht en in Leiden om toch maar die titel te behalen van wetenschappelijk opgeleid. Dat deed Huët zelf niet. Terwijl hij toch heel snel die Koninklijke Academie doorlopen had, zou je zeggen, nou, hij hoeft niet bang te zijn voor een promotie in Utrecht of in Delft of in Leiden of in Amsterdam. Nee, Huët ging terug naar de fabriek van Paul van Vlissingen, Dudok van Heel, nu dus als ingenieur. Want Huët was een man van de praktijk en niet een man van de theorie. Hij wilde gewoon zijn handen uit de mouwen steken. Polytechnische School nauw aansluit bij de HBS blijkt ook uit de wet op het middelbaar onderwijs zelf. Om ingenieur te worden moest je 3 examens doen, examen A, B en C. Examen A was het eindexamen van de HBS. Dus aan de Polytechnische School deed je eigenlijk alleen maar de examens B en C. En examen B was bedoeld voor de technologen en examen C was de echte ingenieur. En dan kon je ingenieur in de waterbouw worden, mijneningenieur kon je worden, bouwkundige ingenieur kon je worden. Vergeet ik er één, maar en ook werktuigkundig ingenieur. En toen Huët dat hoorde, dacht hij van, dat wil ik doen. Dus hij meldde zich meteen aan als docent in het nieuwe vak werktuigkunde. En hij werd aangenomen. Al vanaf het allereerste begin van de Polytechnische School, 1864, was hij dus leraar in de werktuigkunde. En volgens de wet bestond de werktuigkunde uit 2 onderdelen, namelijk kennis der werktuigen. Dat was een beetje een encyclopedisch overzicht van wat er allemaal al bestond. De beschrijvende tak en de construerende tak, dat was de werktuigbouwkunde. Nou, die kwamen allebei bij Huët terecht. Misschien een beetje vreemd dat zo'n jonge ingenieur, 28 jaar, eigenlijk geen wetenschappelijke opleiding, toch benoemd wordt tot die functie. En Huët zelf zegt wel eens van, nou, dat zou wel eens kunnen dat dat komt omdat men dat vak werktuigkunde eigenlijk nog niet helemaal serieus nam. Voor de waterbouw bijvoorbeeld, het Oer-Hollandse waterbouw, was van het begin af aan al een hoogleraar benoemd. Terwijl Huët, die de volledige werktuigbouw onder zijn hoede kreeg, slechts leraar bleef. En dat snapte hij niet. Hij zegt, werktuigkunde is toch het vak, de opleiding van de 19e eeuw. Een mijneningenieur kan niet zonder werktuigbouwkunde, want die heeft hijstoestellen nodig. Een scheepsbouwkundige ingenieur kan niet zonder werktuigbouwkunde, want die heeft motoren nodig. Een architect kan niet zonder werktuigbouwkunde, want die moet machines hebben om bruggen te bouwen en huizen, enzovoort, enzovoort. Dus hij zei op een gegeven moment, er wordt thans geen haven gebouwd, geen rivier verlegd, geen kanaal gegraven, geen weg gebaand, geen gebouw gesticht, geen vuurtoren opgericht, geen scheep in de vaart gebracht, geen plas geledigd, geen koren geoogst, geen voedsel verkregen, geen drank bereid, geen kleding vervaardigd of de werktuigkunde heeft het leeuwendeel in deze arbeid waardoor dit alles verkregen wordt. Dus hij was een enorme promotor van het vak
en een promotor van het vak, dat dat op hoogwaardig niveau gegeven moest worden. Nou, dat werktuigkunde tot de hogere opleiding gerekend moest worden, dat waren de andere hoogleraren aan de Polytechnische School natuurlijk wel met hem eens. Maar er zat toch wel een gat tussen de beschrijvende tak van de werktuigkunde en de construerende tak. En de Raad van Hoogleraren, met voorop Lewis Cowen Stewart, toen ook de eerste directeur van de Polytechnische School, die waren van mening van, nou, daar moet nog een stukje natuurkunde en wiskunde en thermodynamica en toegepaste mechanica, moet daar nog tussen. En dat werd gegeven door Cowen Stewart zelf en door Peter Dietrich Grote. Niet bij de afdeling werktuigkunde, maar bij de afdeling algemene toegepaste wetenschappen. En dat was dus bedoeld om die werktuigkunde op een hoger wetenschappelijk niveau te brengen. Om wetenschappelijk aanzien te geven. En Neil Disco die heeft het wel eens gezegd. Het leek soms of het er nauwelijks toe deed hoe de gang van zaken in de technische praktijk werkelijk was. Als de opleiding maar bulkte van het rekenwerk en de ingewikkeld ogende formules. Nou, de werktuigleer, zoals dat nieuwe deel heette, dat droeg daartoe aan bij, maar dat kwam dus niet bij Huwet te liggen, want Huwet was te veel een man van de praktijk. En Huwet vond het ook ontzettende onzin om dit nou ineens wetenschappelijk te maken door wiskunde en natuurkunde toe te voegen. Hij zei, het vak op zich is al wetenschappelijk genoeg. Het analyseren van die apparaten, het construeren, het leren van de materialen, allerlei variaties in ontwerpkunde, dat maakte het vak op zich al wetenschappelijk. Daar had je de hele wiskunde en natuurkunde helemaal niet voor nodig. En hij was eigenlijk ook een veel tegenstander van al die toegepaste wiskunde. Dat vond hij allemaal onzin. Hij kwam ook vaak met het. Hij zei bijvoorbeeld van de stoommachine die doet het al 100 jaar voordat de wet op de thermodynamica bekend was. Dus dat heb je helemaal niet nodig. Hij kwam ook met het voorbeeld van William Fairbairn, die, nou moet ik even goed zeggen, de formule voor de weerstand van cilindrische buizen van stoommachines tegen druk van buitenaf, helemaal vol, wist op te stellen, maar op basis van experimenten. Gewoon metingen doen, relaties leggen. En zo kwam hij gewoon tot de feitelijke relatie tussen die grootheden. En 20 jaar later was het meneer Unwin die dat ook theoretisch wist te funderen op basis van de wetten van Euler. Maar om die wetten dan ook daadwerkelijk toepasbaar te maken, had hij toch de gegevens van Fairbairn nodig. Materiaalconstanten, evenredigheidsconstanten. Dus zegt Huwet, zie je wel, de theorie kan helemaal niet zonder de praktijk, terwijl de praktijk heel goed voldoet zonder die theorie. En ook die wiskunde, en daar was hij ook scherp op, hij zei, je hoeft allemaal geen analyses te doen. Als je metingen doet en die metingen grafisch uitzet, dan kan je gewoon opmeten wat de tussenwaarden zijn. Maar als je een formule ervoor gaat opstellen, dan loop je een risico. Want iedereen is natuurlijk geneigd om zo'n formule zo eenvoudig mogelijk te maken. We zoeken een lineair verband, we zoeken een logaritmisch verband. Maar de werkelijkheid is gewoon veel ingewikkelder dan dat. Dus als je formules gaat opstellen, loopt men het gevaar de werkelijkheid te verwarren met het denkbeeldige. En de buitenwereld te vergeten ter wille van de kunstmatige wereld die ons verstand zich heeft gedacht. Dat staat echt haaks op het denkbeeld van bijvoorbeeld een Plato. Die zegt, ja, de ideeën, dat is de waarheid en de wereld om ons heen is slechts een schaduw, slechts een afspiegeling. Hij zegt, nee, de wereld om ons heen is de waarheid en dat wat we in ons hoofd, dat is eigenlijk helemaal niet zo interessant. Hij vond dus ook dat zijn studenten in de praktijk opgeleid moesten worden. Ze moesten liefst 2 jaar van tevoren in de machinefabrieken gaan werken, zoals hij dat zelf ook had gedaan. Want men moest weten hoe de praktijk in elkaar zat. Er werden te veel beslissingen genomen door mensen die nimmer met de technische wereld in aanraking zijn geweest, die nooit enige arbeid op technisch gebied hebben verricht en die niet dan hoogst zelden een technische werkplaats hebben bezocht. Men moet naar die werkplaatsen toe, naar de fabrieken toe, het onderscheid uitwissen van rand en rang en stand, kennis maken met een wereld aan zoveel ten eenenmale onbekend, leren van hen wier arbeid men later zal moeten leiden en kennis nemen van hun toestand, hun behoeften en hun streven. Het liefst zou Huwet dus ook grote werkplaatsen willen hebben in de Polytechnische School om zijn leerlingen met die machines aan de gang te hebben. Maar pas in 1878, dus dat is 14 jaar later na de oprichting van de Polytechnische School, kwam de wet op het hoger onderwijs. En daarin stond dat de universiteiten kabinetten moesten inrichten, zodat de studenten enige praktische oefeningen konden doen. Dus de praktijkopleiding, nou dat was ver buiten de wereld van de bestuurders. Dus Huwet had geen enkele kans om daar werkplaatsen te krijgen.
Dus wist u het af te dwingen dat hij tekentafels kreeg van maar liefst 2 bij 3 meter groot. Enorme tafels. En ja, het hoofdbestanddeel van zijn onderwijs was dus het ontwerpend tekenend leren. Dat werd door zijn studenten ontzettend gewaardeerd. Maar werd er ook wel eens gezegd, als je de studentenalmanak doorneemt, dat enige basiskennis van de thermodynamica, van de wiskunde, dat werd toch wel een beetje gemist. Er werd heel veel improvisatietalent en heel veel creativiteit en inzicht, praktisch inzicht van de studenten verwacht. Dus dat vonden ze lastig, maar tegelijkertijd vonden ze dat eigenlijk ook wel heel erg goed. Het was ook wel heel erg vormend en daar leerden ze ook wel heel erg veel van. Nou, in het begin van de opleiding waren er nog maar 10 studenten. 10 jaar later waren het 20, dus ook nog niet zo heel erg veel. Maar daarna ging het toch wel hard omhoog. En in 1876 werd Hendrikus Adrianus Ravenek toegevoegd aan de Polytechnische School. Die vooral die theoretische lessen zou gaan overnemen van Cohen Stewart en Grote. Ravenek, mooie tekening hier van Bram Gips. Was zelf een leerling van de Polytechnische School, werktuigkunde gestudeerd, dus een leerling van Huet. Heeft dus ook een reis door Europa gemaakt, net als Huet, waarschijnlijk wel op aansporing van Huet. Is in Manchester geweest, is in Bremen geweest, maar Ravenek was toch meer een theoreticus en veel minder een man van de praktijk. Dus hij nam die theoretische colleges over van Ravenek. En de komende 20 jaar werd het hele onderwijs en de werktuigbouwkunde dus door 2 mensen gedomineerd. Ravenek, de theoreticus, en Huet, de practicus. En die 2 hadden ook regelmatig elkaar wat te vertellen, om het zo maar eens te zeggen. Uiteindelijk overlijdt Huet in 1899 en pas op dat moment ook verdwijnt die praktische aanpak uit het onderwijs. Het vak werktuigleer verdwijnt, dat was later toegevoegd, hè, dat hoorde oorspronkelijk niet tot de wet, omdat Ravenek en de opvolger van Huet Dijkshoorn samen het vak werktuigbouwkunde gewoon veel meer een theoretische grondslag gaven en daarmee de 20e eeuw eigenlijk binnenkwamen. Maar zijn leerlingen keken dus wel terug naar die periode van praktisch de can-do mentaliteit, de moersleutel vastpakken in plaats van het schrift en het studiekleed. En zij zijn dus degene geweest die hebben opgeroepen om geld in te zamelen om een gedenkteken voor wet op te richten. En in de brochure die daarvoor werd verspreid staat: deze hoogbegaafde man kan beschouwd worden als de stichter van de afdeling werktuigbouwkunde aan de Polytechnische School. Zijn werkzame geest, vol van eigen denkbeelden, wekte ook bij zijn leerlingen het zelfstandig denken op. Als een onvermoeid strijder voor zijn idealen heeft hij tot het einde van zijn leven pal gestaan voor wat hij goed en nuttig oordeelde en was daarmee een voorbeeld voor zoveel jongeren. En dat leidde er dus toe dat hij, kijk, ik ben er mooi op tijd, dat gedenkteken kreeg. Huet ligt begraven op Jaffa. Oh, dit zijn de 2 heren samen, Huet en Ravenek. Ligt begraven op Jaffa samen met zijn vrouw en zijn dochter. Hij is getrouwd met Charlotte Elisabeth Busken Huet. Had je een vraag, Frank? Of? Nee. En u hoort dat Busken Huet, Charlotte Elisabeth Busken Huet, was de zuster van Conrad Busken Huet, de bekende dominee-dichter, en een achternicht van Huet zelf. Ze hadden 1 dochter, ze zijn op hoge leeftijd getrouwd. Huet was al 45 en Charlotte 43. Toch nog een gezonde dochter gehad, Theodora Gertrude Huet, die rechten ging studeren in Leiden. Je kan niet alles hebben. Ik ben iets sneller dan gepland, dus dat komt mij goed uit. Ik hoop dat de koffie al klaar is, dan kunnen we op dit moment even pauze houden. Is dat zo of moet ik door? Ja. Het gedenkteken staat in het Kalverbos, dat is onder de grote watertoren die daar staat. Vlak naast het graf van Lodewijk de 16e, zogenaamd. Ja. Dank tot zover. Ja, dankjewel.
Ben ik er weer? Ja. Ja, goed, ja. Goedemorgen. Welkom terug. Goedemiddag inmiddels. Ja, beste mensen, het tweede deel van mijn voordracht gaat over de waterlocomotief. En nou denkt u misschien van, hoe kom je er in vredesnaam bij om dat onderwerp nou zo apart te gaan bespreken? Nou, we hadden net al even over Van Vlissingen, Dudok van Heel. Peter Sigmond heeft 2 maanden geleden een voordracht overgehouden. In het begin van zijn voordracht zei hij, mijn verhaal gaat eigenlijk een beetje meer over mensen dan over techniek. En er ging er een beetje een geroezemoes door de zaal. Dus ik dacht, ik doe er verstandig aan toch ook wel het een en het ander aan techniek in mijn voordracht te verwerken. Dan had ik natuurlijk voor de pauze wel over waterbouwen, het Noordzeekanaal en dat soort zaken. Maar ik moet natuurlijk een voorbeeld over de werktuigbouw laten zien. En dat is deze waterlocomotief. En dat laat ook wel heel erg goed zien, de geschiedenis van de waterlocomotief, hoe Huet als persoon in elkaar zat. Maar ik ga naar het begin. In 1866 ongeveer realiseerde Huet zich dat als je een ton in het water hebt drijven en die ton laat je draaien, dat die ton dan rustig rondjes blijft draaien. Dat dit heel lang duurt voordat die beweging uitdempt. Dus die rollende weerstand, die wrijvingsweerstand, is eigenlijk heel laag. En hij dacht van, als ik nou een paar tonnen horizontaal leg en ik zet daar een platform op, dan heb ik een platform wat drijft op een aantal tonnen en die tonnen laat ik dan los ronddraaien en dat platform laat ik dan aandrijven door zeilen of een schroef of schepraderen of whatever. Dan is de weerstand die dat schip heeft veel en veel minder, want het rolt over het water in plaats van dat het zich door het water moet werken. Een heel simpel idee, denk je natuurlijk, maar hij was er ontzettend van overtuigd van, dat gaat werken. En hij ging dus ook meteen octrooi aanvragen. In Nederland, in België, in Frankrijk, in Engeland en in Duitsland heeft hij octrooi aangevraagd. Hier ziet u de inschrijving van zijn octrooi in Nederland. En dan zegt hij nog dat zijn doel is om aan de scheep- en stoombootvaart bij gebruik van hetzelfde voortsturingsvermogen grotere snelheden te verschaffen, ofwel met een geringer voortsturingsvermogen dezelfde snelheden te verkrijgen. Dus je had minder energie nodig om dezelfde snelheid te krijgen, of je kon veel harder gaan. In zijn Franse octrooi staat echter, pour un système permettant d'obtenir par eau les mêmes vitesses que sur les chemins de fer. Dus als de spoorwegen. Dus hartstikke idee, de waterlocomotief is geboren. Ik laat het u expres nog een keer voor nog een reden zien. En dat is namelijk dat daar linksboven ziet u het patentenbureau waar hij dat heeft aangevraagd. Armango Jeune. Er waren 2 broers, Armango Jeune en Armango N.E. die allebei hun eigen patentenbureau hadden in Parijs. En u zult straks zien waarom ik dat nu bij bijzonderheid vermeld. Dus hij had allerlei octrooien op zak zitten en ging vervolgens experimenten doen. En die experimenten deed hij samen met Hermanus Hartog Heijs. Nou is het een beetje lastig te achterhalen welke Hermanus Hartog Heijs dat nou precies geweest is. Want er waren 3 opeenvolgende vaders en zonen die alle 3 dezelfde naam hadden. Het was een bekende familie hier in Delft. Heeft heel veel wethouders onder andere voortgebracht, raadsleden. Deze Hermanus Hartog Heijs in ieder geval had een machinefabriekje in Vrijenban aan de Vliet. Tegenover waar nu het hoofdkantoor van Gisbrocade staat. Het monumentale pand aan de andere kant van de Vliet. En als u Delft een beetje kent, weet u van, hey, dat was de plek waar de Reineveldfabrieken stonden. Waar ook de Reineveldbrug naar genoemd is. En de fabriek van Hermanus Hartog Heijs was de voorloper van de Reineveldfabriek. Nou, aan die fabriek heeft dus Huet wat experimenten gedaan aan een schaalmodel. En hij gebruikte erbij dus ja, een platform op rollende tonnetjes met schepraderen aan beide zijkanten. Maar dat wilde niet erg lukken. Wat kwam dat nou door? Omdat die schepraderen dat water allemaal in turbulentie brachten en die tonnen die gingen niet netjes meerollen. Het was gewoon een grote wanorde daaronder in dat water. Dus eigenlijk was het effect meer negatief, want het had nou een vierkant blok wat hij door het water moest duwen in plaats van een mooi gestroomlijnd schip. Maar hij bedacht er wat aan. En kijk eens, ik heb speciaal voor u dit tekeningetje gemaakt.
Zo ziet dat schipraad er dan uit. En uw wet dacht van, als ik die schipraderen nou scheef zet, zoals dat bij wateropvoerwerktuigen gebruikelijk was. Maar bij een wateropvoerwerktuig draait dit ding met de wijzers van de klok mee. En uw wet laat dit met de wijzers van de klok, tegen de wijzers van de klok indraaien. En bovendien maakte hij die schroepen een beetje krom. Want als u nou kijkt naar de rechterkant, dan ziet u dat die schroepen een beetje uit het water getrokken worden. En daar dus veel minder turbulentie veroorzaken. Maar aan de linkerkant ziet u dat die schroepen een beetje plat op het water slaan. En hij dacht, als die schroepen nou op dat water slaan, dan komt er een reactiekracht, waardoor het schip een beetje uit het water opgetild wordt. En waar dus de totale weerstand weer wat minder wordt. Ja, ik zie hier al een begrijpelijk knikken, maar mijn verhaal komt nog hoor. Maar dat was het idee in ieder geval van uw wet. En sterker nog, hoe sneller dat ding draait, hoe groter die kracht waarmee dat uit het water wordt getild, hoe lager die weerstand is, hoe sneller dat schip gaat. Dus op die manier kon je een bijna oneindig hoge snelheid verkrijgen. En hij had nog een gedachtespinsel. Hij zei, die schroepen kan je wel op een schroeprad zetten, maar je kan ze ook rechtstreeks op die trommels zetten. Dus hij terwijl hij dus eerst het verhaal had van, nou die trommels die zijn wrijvingloos, heeft hij nou die wrijving juist nodig voor die voortstuwing, want anders komt het ding niet weg. Dus hij zet die schroepen nu op die trommels. En hij was zo ontzettend overtuigd van het succes van dat idee, dat hij ogenblikkelijk, zodra hij de bevestiging kreeg van Armago dat zijn patentaanvraag succesvol was, dat hij nieuwe tekeningen stuurde, nieuwe ideeën. En die ging ook helemaal los. Hij had een tekening gemaakt zoals hier, met voorop de locomotief, bovenop allemaal ronddraaiende wielen. En dan moet u kijken, ik ga toch even proberen met de muis dat dan te doen. Even kijken, hoe ziet u hier? Ja, als je goed kijkt, dit is natuurlijk de stoommachine, dat snapt u. Daar heb je een overbrenging en die overbrenging gaat alleen naar dat achterste wiel van de stoomlocomotief. En de rest van die wielen worden allemaal met één grote bandsnaar aan elkaar verbonden, zodat ze ook allemaal dezelfde snelheid hebben. Hij koos niet voor een ketting, omdat ja, door de beweging op het water er wel allerlei spanningen waren, dus een band kon wat slip verdragen. Dus hij had daar een band bedacht. U ziet daar ook nog een spanrol tussen de wagon en de locomotief. Nou, hij zegt, en die wagons, daar kan je een eerste klas wagon van maken. Zo luxe als de transatlantische boten dat hadden. Je kunt ook alleen maar een tentdakje doen, als het mooi weer is en dan kan de wind lekker doorheen waaien. Hij was helemaal enthousiast. Hij stuurde dat dus op naar Armango. Vervolgens ging hij verder experimenten doen. Ik heb nog een frontaanzicht. Ja. Hij ging nog verdere experimenten doen, maar het ging allemaal niet zo goed lukken. Het viel toch wel een beetje tegen. En hij liet een vriend van hem uit Brussel nog wat berekeningen doen van gaat dat nou werken of niet. Zag er allemaal niet zo goed uit. En ja, die patenten waren best wel duur. Het lichten van het Hollandse patent, hè, je moest het eerst lichten, anders was het nog niet geldig, kostte 300 gulden. Nou, dat is ongeveer een derde van een jaarsalaris, dus dat was best duur. Dus hij liet het voor wat het was. Die tekeningen gingen onder in de la. Hij vroeg ze terug bij Armango en hij trok zijn patentaanvraag weer in. Totdat in 1871 er ineens een klein berichtje verschijnt in het tijdschrift Le Génie Industriel, waar je linksonder ziet staan, Nouveau, ik kan het niet eens lezen, daar staat een Nouveau Système de Propulsion de Navire, van de voordrijving van schepen. En daarin zien wij staan dat ene meneer Frangot, dat is waarschijnlijk Augustin Félix Frangot, chef van het depot van de Compagnie des Chemins de Fer du Midi in Bordeaux. En rond 1860 was hij constructeur van kleinere stoommachines. Die had het idee dat een glijdende weerstand vervangen kon worden door een rollende weerstand. Door een platform te maken op cilindrische drijvers. En die te voorzien van paletten die voor de voortstuwing bedoeld waren. En hij zegt, ja, dat is toch precies het idee wat ik had. En dan komt daar in dat Franse tijdschrift iemand die ja, eigenlijk een beetje scooping, hè, zeggen we tegenwoordig. Maar wat blijkt nou? Dat artikel verschenen was in Le Génie Industriel. En dat was een uitgave van de gebroeders Armango. Nou, dus dat was toch wel even iets waarvan, hoe je het zegt, dat moet ik niet over mijn kant laten gaan. Dus hij ging naar het Kiwi, gaf daar een voordracht. Eigenlijk een beetje integraal wat hij als patentaanvraag had ingediend bij Armango. Waar hij helemaal uitlegde van, nou zo ziet mijn waterlocomotief eruit. En nou, een hele bespreking. Tegelijkertijd, in dezelfde tijd, kwamen er ook nog weer andere ontwerpen op te proppen. Zoals deze van meneer Frederik Willem Mondriaan, die de hoepelstomer noemde. U moet zich dit voorstellen als een soort donut, die verticaal staat.
En onderin die donut staat een stoomtreintje. En dat stoomtreintje dat zorgt er dus voor dat die buitenste schil, die bij de nummers A voorzien is van schoepen, gaat ronddraaien zoals een tredmolentje. En roetjes, dat ding moet dus zo door het water gaan. Nou, die Mondriaan zag zelf al in dat dat toch niet een helemaal stabiele situatie was. Dus hij stelde voor om aan het binnenwerk, wat dan dus stabiel moest blijven, dat daar door die twee gaten aan de zijkanten wat assen moesten komen en wat drijvers, zoals de Chinese jonker, dan zou het ding wel blijven drijven. Er was ook nog een ontwerp tegelijkertijd van Jozef Popper Linkeus, dat was de oom van Karl Popper, de bekende filosoof, die in het Zeitschrift des Verein Deutscher Ingenieure und der Maschinenbau eigenlijk hetzelfde verhaal had, van een platform op tonnen met schoepen. Onbegrijpelijk dat het precies dezelfde voorstelling had. Maar deze Jozef Popper was trouwens een hele wilde filosoof die zich met muziek bezig hield en met weet ik wat allemaal. Maar er waren dus op verschillende plekken tegelijkertijd andere ontwikkelingen. Wat te denken van Robert Fryer uit Amerika. Ook 3 tonnen met zo'n bootje erop. U ziet rechts dat de schoepen tussen de tonnen in zitten. En hier heeft u nog een tekening waar u rechtsonder ziet dat hij over spoorrails rijdt. Want die 3 tonnen hebben beneden wat flenzen en die flenzen kunnen over spoorrails. Dus deze kon zowel door het water als over land. En men zei wel eens, dit is the queerest thing that ever crossed the River Hudson. Hij schijnt dus inderdaad wel echt gebouwd te zijn. Nou, hier hebben we in Scientific American een tekening van de waterlocomotief van Huet. Arbeidsvoorwaarden, daar deden ze toen nog niet aan, geloof ik, of veiligheidsvoorschriften. Want je moet er niet aan denken dat die man van dat platform afkukelt. Maar dit was dus het idee van Huet. Ja, u herinnert de tekening vooraf de locomotief, daarachter de wagon. Nou, dus hij besprak dat bij het KIVI en hij publiceerde zijn aanvraag bij Amago ook integraal in het blad Annales de Génie Civil. En in dat, als reactie op die publicatie in Annales de Génie Civil kwam een bericht binnen van een Fransman waarvan we nog niet weten wie dat is. En die schreef aan Huet, beste cher Adrien. Dat kan helemaal niet wat jij zou bedenken. Nou, ik hoor hier ook al wat geroezemoes. Er zijn meerdere mensen die zich daar vragen bij stellen. Maar die man die schreef dus aan Huet van, nee, dit kan niet. En Huet zei van, nou, publiceer uw twijfels in het openbaar. Dan kunnen we daar een openbaar gesprek over voeren. Want dat was iets wat Huet typisch deed. Ook bij zijn doorgraving van Holland op zijn smalst bij het KIVI zei hij van, ik leg het hier neer ter bespreking. Terwijl het KIVI vaak zei van, ja, ik hoor geen bestek, ik heb geen planning, ik heb geen begroting. Er zijn een heleboel vragen, kom eerst maar eens met een fatsoenlijk plan. Dus dat spanningsveld was een beetje. Die wilde graag die discussie hebben. En de ingenieur zei van, ja, kom eerst maar eens met wat fatsoenlijks. Hier ook roept dus Huet op tot een openbare discussie. Hij zei, publiceer uw bezwaren, dan kan ik antwoord daarop geven. Maar dat weigerde die man uit Frankrijk. Daar had hij blijkbaar geen trek in. Toen stuurde Huet hem een paar berekeningen op en zei, zie je wel, aan die berekeningen kan je zien dat het wel klopt. Nou, daar werd niet meer op gereageerd. En toen dacht Huet van, nou, dan ga ik die berekeningen zelf maar publiceren. Dus een jaar later in Annales de Génie Civil heeft hij een hele berekening over hoe dan die waterlocomotief zou werken. Ja, dit is toch iets waar ik een beetje met u doorheen moet. Ik had wat extra tijd. U bent al een ingenieur, hè? Delftse ingenieur, dus dat moet kunnen. Maar ik zal het toch even iets beperken. Want waar het om gaat, en u kunt lezen hier, on trouve facilement, deze formule. De hoofdletter P is de kleine letter P, mal R, mal omega kwadraat, mal cosinus alpha. Nou, die cosinus alpha moet je niet te veel van aantrekken. Dat is in feite de projectie op de verticaal. Je ziet daar de vector W van Willem. En de projectie op de verticaal is de V-vector. En het gaat om de kracht die de schoep uitoefent op het water. Dat bochtje daar links is die schoep. Die gestippelde omwentelingsfiguur is dus de cirkel wat het aanrakingspunt van de schoep met het wateroppervlak doorloopt. Nou, daar loopt dus een kracht op het water uitgeoefend. En die kracht is P maal R maal omega kwadraat cosinus alpha. En daaronder geeft hij nog een formule, dat is namelijk de standaardformule voor het vermogen van een stoommachine op het vliegwiel. Dat is 2 pi maal r maal p maal n gedeeld door 75 keer 60.
even snel zijn. Die 75 moet u zich niet te veel van aantrekken. Dat is de conversie van paardenkrachten naar het CGS-stelsel. Dus die kun je vergeten. Die N is het aantal omwentelingen per minuut. Deel je dat door 60, wat u rechtsonder ziet, is het aantal omwentelingen per seconde. Vermenigvuld je met 2π, wat u helemaal links ziet, dan is het aantal radialen per seconde. En dat is de hoeksnelheid. En die hoeksnelheid ziet u in de formule daarboven als omega staan. Het is in feite staat daarboven, hoofdletter P is P mal R mal omega, dus die N, het vermogen. Dus de hoofdletter P is het vermogen keer de hoeksnelheid. Want die hoeksnelheid stond er in het kwadraat. Nou, dat moet u even onthouden. Dus de hoeksnelheid en de kracht. Als de hoeksnelheid groter wordt, wordt de kracht groter. Nou, dat snap je wel. Het ding gaat harder draaien, dus die opliftende kracht die gaat omhoog. En dat gaat bij gelijkblijvend vermogen. Niet meteen reageren. Hij rekende dit op deze manier door in Frankrijk. Hij leverde ook een tekeningetje mee. Een houtsnede van een idee wat hij had, hoe dat schip eruit zou kunnen zien voor een vaart op zee. Dus dit was een zeewaardig model. Nou, hij heeft die publicatie in Annales du Civil gebundeld met al zijn eerdere publicaties. Dus zijn octrooiaanvragen, alle reacties die hij had gekregen op binnen- en buitenland, heeft hij opgenomen in een grote bundel. En die bundel heette dan De Waterlocomotief, en een Nederlandse uitvinding. Want hij vond het vooral van belang, niet alleen dat hij zelf de eer kreeg voor die waterlocomotief, maar ook dat het een Nederlandse uitvinding was. Want het spoor, dat kwam vanuit Engeland en werd vanuit Engeland over Europa verspreid. Maar snelheden over het water, dat moest toch vanuit Nederland komen. Het was een Nederlandse uitvinding voor het vervoer te water met gelijke snelheid als op de spoorwegen. Daar was hij toch wel trots op. En hij riep in die bundel ook op tot een openbare discussie hierover. Hij wist niet alle antwoorden. Denk met mij mee, was zijn oproep. Nou, dat gebeurde dan ook. Maar dan in de Nederlandse Stoompost reageerde een HBS-docent, leraar op de HBS hier in Delft, meneer Hendrik Jan Rienk. Later werd hij hoogleraar in de wiskunde in Groningen, vandaar dat hij hier een toga draagt. Dat was hij toen nog niet, toen was hij nog slechts een leraar aan de HBS. En meneer Rienk zei van, nou, u heeft een prachtig verhaal daar verteld over die waterlocomotief, met allerlei mooie ideeën over hoe dat ding gebouwd zou moeten worden enzovoort. Maar het enige wat zich eigenlijk leent voor een duidelijke kritiek waar u om vraagt, is uw wiskundige behandeling. Maar voordat ik dat doe, vraag ik u eerst, kunt u wat toelichting geven op die formule waar ik het net over had. Ik heb hem hier nog een keertje staan. Die P mal R mal omega kwadraat. Ligt u dat nog eens eventjes toe? Hoe komt u daar nou even eigenlijk aan? Ontroeven facilement. Nou, zo facile was het blijkbaar niet. Dus hij vroeg het nog even. En u weet antwoord dan. Bij het bepalen van de drukking door de dalende schroep uitgeoefend, moet in rekening worden gebracht de versnelling die de schroep in verticale richting bezit. Punt. Nou, daar schoot meneer Rienk niet zo verschrikkelijk veel mee op. Bovendien had hij dat in die tekst ook al staan. En Rienk was op een gegeven moment zo verontwaardigd over deze dommigheid. Want hij zei van, meneer, u weet, die formule die u daar heeft staan, P is P mal enzovoort, die is niet homogeen. Wat betekent dat? Dat links en rechts niet dezelfde eenheden staan. Nou, Rienk was docent op de middelbare school. En het eerste wat zo'n docent vertelt is, als je een vergelijking opstelt, moet je links en rechts van het gelijkteken wel dezelfde dingen hebben staan. Je moet geen appels en peren met elkaar vergelijken. En als je de hoofdletter P en de kleine letter P allebei krachten noemt, dan zou R omega kwadraat dus dimensieloos moeten zijn. Nou, dat is het natuurlijk niet, want er zit bijvoorbeeld al een R in, dat is een afstand. En dan maakt Huet de onbegrijpelijke fout door te zeggen, ja, maar in de formule voor het vermogen van de stoommachine die eronder staat, zien we toch ook alleen maar rechts een R staan en toch niet links. Nou, dat is onbegrijpelijk, hè, want in de N het vermogen, hè, dat is energie per tijdseenheid en energie is kracht mal weg, dus dan zit die weg gewoon in. Dat ding is dus wel gewoon netjes gedimensioneerd. Nou, Rienk daar toch zo verontwaardigd over, dat hij werd ook aanvalt op zijn visie op het feit dat de wiskunde eigenlijk niet zo belangrijk is, maar dat het ging over de construeerbaarheid van het ding. Hij zegt, dat is een hele discussie. En hij citeert daarop William John Rankine. Hij zegt, another evil is the fact that a large number of persons possessed of an inventive turn of mind and of considerable skills in practical mechanics are destitute of that knowledge of scientific principles which is requisite to prevent their being misled by their own ingenuity.
Such men too often spend their money, waste their lives, and it may be lose their reason in the vain pursuit of visionary inventions of which a moderate amount of theoretical knowledge would be sufficient to demonstrate the fallacy. Dus kortom, hij werd al een beetje afgezet als een dromer. Waarop Huet dan weer antwoordt, het ging allemaal in de Stoompost, een weekblad wat verscheen, een vakblad. En Huet zegt dan, ja, wanneer men schrijft voor ter zakenkundige personen is het wel duidelijk. Vergissing te dien aanzien is bij enige goede wil onmogelijk. Dus kortom, hij zet Rink neer als iemand die geen verstand van zaken heeft en bovendien niet van goede wil is. Nou, dat roept dan weer een reactie op bij Rink, die zegt van, ja, ik ga daar toch, dit is mijn laatste brief aan de Stoompost. Want ik acht het van algemeen belang dat overtuigend blijken hoe nietswaardig de zogenaamde Nederlandse uitvinding der waterlocomotief is, zegt Rink. Het magere antwoord van Huet bewijst dat de schrijver zelfs niet begrijpt waar de schoen wringt en onbekend is met de allereerste beginselen der praktische rekenkunde. Hij verwijt Huet te behoren tot de klasse van mensen die in de lucht zwevende plannen ontwerpen waaraan iedere wetenschappelijke grondslag ontbreekt. Nou, dat kon hij dan in zijn zak steken. Nou, deze discussie met Rink, daar is Huet toch wel een aantal keren op teruggekomen. Dat viel hem toch niet fijn. Bovendien zegt Rink dat hij niet kon voorstellen dat deze man docent was aan de Polytechnische School. Hij zou alleen maar een negatieve invloed hebben op zijn leerlingen. En bovendien predikte hij dat het een Nederlandse uitvinding was, wat ook werd herhaald in de buitenlandse tijdschriften. Hier is de reputatie van de Nederlandse ingenieur in het geding. Wij moesten hier tegen in opstand komen. Nou, dus hij kreeg het echt flink voor zijn kiezen. En nogmaals, hij kwam er ook wel regelmatig op terug. Hij schreef ook een brief naar de Arnhemse Courant, waarvan hij zei, wat heeft mijn ontwikkeling met mijn waterlocomotief te maken met mijn docentschap van de Polytechnische School? Die meneer had alles door elkaar. De naam Rink werd netjes vermeden, zo keurig was hij nog wel. Maar goed, hij kreeg dus kritiek vanuit Frankrijk van, ja, dit klopt niet wat je wil. Hij kreeg ook het advies vanuit Frankrijk van, joh, ontwikkel dit nog eens een beetje verder en heb je daaraan gedacht. Hij kreeg ook adviezen van diezelfde Mondriaan die ik al eerder noemde over constructieve zaken. Nou, dat inspireerde Huet dan toch weer om door te gaan. Dus hij kwam in 1876 met dit model voor de riviervaart. 50 meter lang, 10 meter breed, rustende op twee rijen van 20 trommels die ieder 4 meter breed waren en 2 meter in doorsnede. En ze hadden diepgang van 58 centimeter, wat betekende dat de waterverplaatsing, even kijken, een ton was, geloof ik, 100 ton was. Dus een schip van 100 ton. Wat u ook ziet middenonder, is dat hij die schroepen heeft gecompartimenteerd. Dus als je dat namelijk doet, dan schept dat bakje wat je hebt een beetje lucht mee. En dat lucht draagt bij aan het drijvend vermogen van die tonnen. Oké. Dus hij gaf dit verhaal in 1876 voor het Kiwi. Maar ja, dat riep toch weer een beetje een nieuwe weerstand op van Albertus Philippus Kaptein, lid van het Kiwi. Broer van de bekende Johan Christian Kaptein, een Groningse sterrenkundige. En ook van Willem Kaptein, de Utrechtse wiskundige. Wetenschappelijke familie. En die refereert even terug naar dat verhaal wat ik u vertelde, namelijk dat die kracht evenredig is met de omwentelingssnelheid bij gelijk vermogen. Toen zei kaptein van, ja, maar als dat schip verder uit het water getild wordt, doordat die kracht omhoog gaat, moet je ook meer massa optillen. Dus dat kan niet. En bovendien, als dat ding sneller gaat, heb je ook meer vermogen nodig. Dus je kunt nooit zeggen, bij gelijk verblijvend vermogen, als de hoeksnelheid omhoog gaat, ja, best, maar als die hoeksnelheid omhoog gaat, heb je meer vermogen nodig. Dus jouw formules zijn in ieder geval niet compleet. Los van het feit dat ze kloppen, maar nou, een hele discussie daarover. En Huet, die liet zich dus niet kennen, die bleef verdedigen, vasthouden dat zijn formules wel klopten. Maar dat was helaas toch niet helemaal het geval. Hij komt dus na 4 jaar pas terug op dit verhaal. In 1972 had hij zijn eerste presentatie voor het Kiwi. In 1976 komt hij dus hier weer op terug. In de volgende 3 jaar komt het verhaal van Huet 7 maal terug op de agenda van het Kiwi. En iedere keer gaat het over zijn wiskundige behandeling. Die dus niet klopt en die ook inderdaad niet klopte. Maar het ging steeds maar over die wiskundige behandeling. En niet over zijn constructieve verhaal. Die zo, gaat dat ding nou werken? Help me nou eens met constructieve. He, zeur nou niet zo langer over die wiskunde. Hij komt hier weer met een nieuw model. Een zeewaardig toestel.
80 trommels, 4 rijen van 20 trommels, 100 meter lang, waterverplaatsing van 650 ton, een motorvermogen van slechts 600 pk. Dit ding kon 20 meter per seconde bereiken, ofwel in 2 uur naar Engeland varen en in 2 dagen naar de Verenigde Staten. Maar het kritiekverhaal ging weer alleen over die wiskunde. Nou, dat ging, werd wel een beetje in het verkeerde keelgat zitten. Dus hij had nog nieuwe ontwerpen. Hij bedacht onder andere ook dat in plaats van die trommels zo te plaatsen zoals ze hier staan, dat je die trommels excentrisch kunt plaatsen. Dus dat die trommel zo'n beweging gaat maken. En dan geef je ze een bepaalde faseverloop, zodat je een soort golfbeweging kreeg en die boot met een soort vlinderslag door het water ging. Maar zei hij, dit ga ik verder niet meer bij jullie bespreken, want de atmosfeer al hier schijnt in een staat van spanning te verkeren, die telkens wanneer men enig punt van betekenis ter sprake brengt, onwetters tevoorschijn doet komen. Dus hij was er wel een beetje klaar mee. Want hij zei ook van, het is niet de vraag of Huets mathematische behandeling van de waterlocomotief juist is, maar of de waterlocomotief uitvoerbaar is en zo niet, hoe die inrichting dan gemaakt moet worden. En hij had natuurlijk wel een beetje gelijk. En die kritiek op zijn wiskundige behandeling, want hij bond wel een beetje in uiteindelijk, na 7 discussies daarover. De kritiek op die wiskundige behandeling, maar wat dan nog? Is het vraagstuk daardoor verder geholpen? Veel eer vraag ik u, wie heeft er dan wel de juiste theorie van de waterlocomotief? Niet de wiskunde, maar de ervaring heeft het laatste woord, zegt hij. Watt en Stevenson, denk daar eens aan. Tegen Watt is door niemand minder dan John Smeaton ooit ingebracht. Dat gaat niet werken, want je krijgt die afsluiters niet dicht genoeg. Dat kan je niet maken. Tegen Stevenson is gezegd, een stalen velg op een stalen rails, of ijzer was het toen nog, ijzeren velg op een ijzeren rails, kan nooit een goede tractie teweeg brengen. Dus dat gaat niet werken. En als dat harder zou gaan rijden, wordt de warmteontwikkeling en de wrijving op de assen veel te hoog. En Huets zegt, dit soort vraagstukken los je niet op met wiskundige formules. Dit moet je gewoon in de praktijk uitproberen. Dus hij bleef aandringen op geld om dat ding 1-op-1 een model te maken en in de praktijk te proberen om dat ding te bouwen en te kijken hoe het werkte. Nou, dat geld kreeg hij dus niet bij elkaar. In de krant lezen we het volgende, dus ook wel humoristisch. Over het algemeen is men echter niet zo vlug bij ons met zijn geld in iets nieuws te steken. Zie daar een uitvinding als Huets waterlocomotief bijvoorbeeld, waarvoor in Nederland geen kapitalist schijnt te vinden te zijn om te beproeven of de zaak deugdelijk is of niet. Er zijn steeds vele lieden die om ons land een rasterwerk zouden willen zetten met een bordje erop, hier geen nieuwe denkbeelden neer te werpen op straffen van algemene verguizing. Maar u ziet het al staan, octrooien en uitvindingen. Een van de problemen voor Huets was dat Nederland geen octrooiwet kende. En omdat Nederland geen octrooiwet, dat is in 1869 was de octrooiwet afgeschaft, er is dus geen bescherming meer. Dus dat betekende dat de industrie ook niet wilde investeren in de bouw van zo'n model. Want ze zouden daar de revenue niet van kunnen hebben. Dus Huets werd ook voorzitter van de Vereniging voor Voorstanders Eener Nederlandse Octrooiwet. En ze maakte een ontwerp, proeven van ontwerp van wet om die octrooiwet opnieuw in te voeren in 1888. Uiteindelijk heeft het tot 1912 geloof ik geduurd voordat die octrooiwet weer terugkwam. En er werd ook gezegd van Huets, terwijl daaraan niet voldaan werd, hield deze heer niet op door voordrachten in verschillende verenigingen enzovoort te blijven ijveren voor deze zaak. Maar helaas, het is er niet van gekomen voor Huets. Ik sluit nu toch af met twee citaten. De ene is over Huets op het moment dat hij nog leefde. In de Indische Bode schrijft men, de heer Huets wordt wel eens gekenschetst als de Nederlandse dichter-ingenieur. En zeker is het dat hij de zeldzame moed en de kracht heeft grootse plannen te ontwerpen en zich niet te laten ontmoedigen door jarenlange tegenwerking. De waterlocomotief en de open doorgraving mogen ingenieurskringen heftige vernietigende kritiek hebben ondervonden. Ze zijn schitterende bewijzen voor Huets geniale veelzijdigheid. Dus hij werd ook wel gewaardeerd. En omdat Huets ook wel veel aandacht besteedde aan de geschiedenis, hij had altijd breedvoerige inleidingen, is dit citaat ook wel aardig van Huets zelf. Het moderne begrip van de geschiedenis als feitenrelaas, zonder achtergrond van ideeën, zou dat wel geschiedenis wezen?
De wezenlijke beschrijving van een voedingsproces bijvoorbeeld is toch ook niet de opgave van hoe laat en wanneer en wat wij gegeten hebben. Ik ontken niet dat ik in veel gevallen de legende voor juister vind. Dank u wel. Ingenieur, hè? Hallo. Ja, nou, dat is een gevoelig onderwerp. Want ik heb inderdaad ooit werktuigbouwkunde gedaan. En in de ouderwetse tijd. En volgens mij herken ik veel punten van wat meneer Huwet heeft ingevoerd. Honderden uren op de tekenkamer, waar ik niet zo tevreden over was. Worm en wormwiel tekenen en zulke soort rare dingen. En hijswerktuig, et cetera, et cetera. Nou, dat is even terzijde. Hartelijk dank. Voor een zeer uitvoerig en buitengewoon leuk verhaal, met veel humor ook en veel details. En dat gaat vast ook vragen oproepen. Wie mag ik daar het woord toe geven? Ik weet niet of de camera draait, maar de microfoon wordt, neem ik aan, opgenomen. Voor mij hoeft het niet. Heel simpel. Heeft meneer Huwet ook iets bedacht dat wel uitgevoerd is? Nou, laat ik daarop antwoorden. De inrichting van het werktuigbouwkundig onderwijs. Dat komt helemaal uit zijn hand, heeft hij helemaal zelf bedacht. En dat is ook in de praktijk gebracht. Maar voor de rest helaas geen uitvindingen op zijn naam. Nee. De volgende vraag. Ja, mijn naam is Gerbrand Moeijers. Die periode van discussie over de waterlocomotief, dat 1870 ongeveer... In die tijd was ook de scheepsbouwkunde in op mars. Ik hoorde alleen maar namen van niet-scheepsbouwkundigen. Hebben mensen als Bruno Johannes Tiedeman bijvoorbeeld, een heel goed scheepsbouwkundig ingenieur, hebben die zich daar ook mee bemoeid? Want problemen van stabiliteit, weerstand, voortstuwing en zo, die had hij gemakkelijk kunnen weerleggen of bevestigen. Ik ben die namen niet tegengekomen, wat niet wil zeggen dat ze zich er niet mee bemoeid zullen hebben. Maar de discussie ging steeds uitsluitend over die wiskundige behandeling van Huwet. Dus alle andere dingen waar Huwet juist zo graag van had dat men daar zich ook mee bemoeide, daar sprak men niet over, althans ik ben het nog niet tegengekomen. Het ging steeds alleen maar over die wiskunde. Maar ik ga verder zoeken, misschien kom ik hem dan wel tegen. Wat zich wreekt, denk ik, is dat er toen nog geen afzonderlijke opleiding maritieme techniek was. En er was geen sleeptank natuurlijk. Er stond een sleeptank toen al in 1880... In 1875 heeft diezelfde Bruno Johannes Tiedeman een sleepinrichting in het marinedok in Amsterdam gevestigd. Op een wetenschappelijke manier deed hij daar scheepsmodelonderzoek. Daar is een volgende lezing in de maak misschien over de ontwikkeling van de sleeptanks. Een volgende vraag. Douwe Stapersma, ik ben net een boek aan het lezen van Dick van Delft over Lorenz. En daarin lees ik, onder andere ook het verhaal van Boscha en anderen, die al rond 1880 pleiten voor een wetenschappelijke opleiding, of liever gezegd om de Polytechnische School om te bouwen tot een wetenschappelijke opleiding. Ik kan het wel raden, maar heeft hij deelgenomen aan die discussie en waar stond hij precies? En want ik begrijp al dat ver voor, wat was het, 1912, dat het universiteit werd, 1912. Dat er stemmen waren en krachten waren die zeiden, wij moeten daar een wetenschappelijke opleiding van maken. Ja. De ingenieur heeft een te lage status, die behoort tot de stand van, net zoals meesters in de rechten, die een wetenschappelijke opleiding moeten hebben. Hoe stond hij erin? Ja, nee, Huwet was absoluut een zeer groot aanhanger van het idee dat de Polytechnische School tot het hoger onderwijs gerekend moest worden. Hij zegt zelfs ergens dat de reden dat de Polytechnische School tot de wet op het middelbaar onderwijs werd gerekend, was dat de Koninklijke Academie op dat moment in zwaar weer verkeerde.
Ik weet niet of u dat weet, maar er waren nogal wat opstandige studenten. Simons, toen de tijd directeur van de academie, had die studenten eigenlijk te veel vrijheid gegeven. Dat ging niet zo goed, want de studenten die aan de Koninklijke Academie studeerden waren niet de mensen uit de hogere kringen. Hè, want die gingen studeren zonder dat ze een beroepsopleiding hoefden te doen. Die gingen voor hun plezier leren. En de mensen die een beroepsleiding moesten doen, die opleiding moesten doen, die kwamen toch vaak uit wat andere kringen. Dus de studenten die gedroegen zich niet zoals de studenten aan de hogescholen. Simons kon daar best wel goed mee omgaan, maar er was toch een hoop gedoe. En toen kwam Keurenaar, een oud militair, en die zou daar wel eventjes orde op zaken stellen. Nou, dat liep gigantisch uit de hand. Dus die Koninklijke Academie, daar was heel veel discussie over. En Huet zegt wel, de Polytechnische School is alleen tot het middelbaar onderwijs gekomen, omdat het probleem van de Koninklijke Academie opgelost moest worden. En hij is inderdaad blijven aanhouden, steeds maar weer, dat het tot het hoger onderwijs, en hij niet alleen, de hele ingenieurswereld was natuurlijk bezig met het rechtvaardigen van de opleiding op het hogere academisch niveau. Dus daar heeft Huet zeker aan bijgedragen. En uiteindelijk is in 1905 dus de Technische Hogeschool ontstaan. Oké. Ja, je vertelde dat hij in zee ging met die voorloper van Reineveld. Heeft hij daar ooit iets laten maken of zo? En is er nog iets anders over, behalve de tekeningen en de geschriften van hem? Als je het hebt over de proefmodellen, die bestaan denk ik niet meer. Hey, dat is 1865 geweest. En dat waren schaalmodellen, dus ik kan ook niet me voorstellen dat hij die bewaard zou hebben. En die fabriek Reineveld is er ook al niet meer, dus ik zou niet eens weten waar ik het zou moeten zoeken. Dus, nee, ik ben bang van niet. Het zou mooi zijn als wel zo was. Maar, nee. Een volgende vraag. Zijn benoeming tot hoogleraar, toen was hij al heel oud, was kennelijk mogelijk, ondanks het feit dat hij wiskundig door de mand viel. Ja. Hoe kan dat? Ja, nou, dat is onder andere door het aandringen van zijn leerlingen geweest. Die petities hebben gestuurd en ook Cornelis Lely hemzelf heeft zich daarmee bemoeid. Dus hij had toch wel zoveel support bij ook collega's en bij zijn studenten, dat zij uiteindelijk hebben gezegd van nou, we zullen hem toch maar tot hoogleraar benoemen. Dat zal misschien wel met gezonde tegenzin zijn geweest, dat weet ik niet. Oké. Okay. Nog een laatste vraag van Wil. Wat is jouw fascinatie voor Huet? Ah, ja, dat is een leuke. Je gaat toch een beetje van zo iemand houden die zoveel belangstelling heeft voor het handwerk. Hij was ook voorzitter van de Vereniging voor Handenarbeid op de middelbare school, dat soort dingen. Okay. En ik vind persoonlijk, in mijn ervaring met de ingenieurswereld, Dat doen, dat vastpakken van steeksleutels, vind ik eigenlijk gewoon het mooie, het charmante van het ingenieurswereld. En dat wiskundig analyseren, ja, dat ken ik wel. Weet je, dat vind ik niet zo spannend. Ik vind dat ik. Ja, ja. Nee, hij was een Amsterdammer. Ja. Nou, dames en heren, geachte belangstellenden, heel veel dank, Han. Geen dank. Meneer Heijmans. Een zeer wervend en belangrijk en goed verhaal. Het raakt eigenlijk ook, dat heb je natuurlijk zorgvuldig even nagezocht, aan de drie oprichters van het KIVI. Je hebt ze alle drie genoemd. In het boekje van onze gewaardeerde auteur Willem Ankersmit hier wordt Huet ook genoemd. Je hebt kennelijk ook een zekere controversiële rol gespeeld bij Simons, als ik me goed herinner. Niet zo controversieel. Nee, maar Simons was toch die mislukte minister. En toen heeft Huet zich daarvoor ingezet. Nou, ik ben vergeten de details. Eén ding wat ik nog wou noemen. Je begon te zeggen, er zijn geen of weinig standbeelden van wetenschappers in Nederland. Dat klopt. Maar gelukkig in Haarlem hebben we wel een borstbeeld van Lorenz. 20e eeuw, hè? In de 19e eeuw. Dat klopt. Ja. En was Huygens ook niet? Die staat nog in de tuin van de Koninklijke Maatschappij der Wetenschappen. En Joost wil dat terug naar Hofwijk halen. Ja, nou, dat laten we als Haarlemmer niet toe, hoor. Die blijft daar staan. Ik had nog wel een vraag. Je roerde aan dat hij zich ook bemoeide met de oorlog in Atje. Dat is natuurlijk ook een gevoelig onderwerp. Maar hij was daar nooit geweest, neem ik aan. Dus hoe kan hij daar iets over zeggen? Maar, geen idee. Ja. Nou, dat. Hij had gewoon een idee en dat stuurde hij naar de krant. En zo zat hij nou eenmaal in elkaar. Okay, ja. Ik heb nog een vraag. Hij is getrouwd met een achternicht, kennelijk. Ja. En die heeft nou zijn deftige familie, heeft er Busken maar bijgetrokken. Nou, dat kon makkelijk in die tijd. En nog steeds misschien. Ja, dat gaat nu veranderd worden. Hè? Dat,
Je mag dubbele namen aan je kinderen geven. Ja. Hebben mijn kinderen pech gehad, want mijn achternaam is niet zo leuk met mijn vrouw. Maar goed, daar kunnen we niet meer terugdraaien. Wat was de vraag ook alweer? Oh ja! Zijn er nakomelingen van de dochter, die kennelijk ook daar... Dat heb ik niet verder uitgezocht, okay. Dat weet ik niet. Nee, dat, die heeft niet de naam Huet waarschijnlijk. Dus, nee. Nou, je had een verloofde, dus ik denk dat dat niet het geval is. Okay. Op dat grafzerk staat dus ook Theodore Huet, meester, hè, dat was meester in de rechten, verloofde van, nou dan moet ik even het plaatje weer opzoeken. Okay. Maar, dus ik vermoed dat ze geen kinderen heeft gehad, okay. Maar dat weet ik niet zeker. Nee. Ja, de naam Huet komt veel vaker voor. Ja. Ja. Maar het is natuurlijk... Waarschijnlijk niet rechtstreeks in ieder geval. Misschien wel geparenteerd, maar... Maar we zeggen Huet, maar het is Ue, neem ik aan. Het was een Waalse familie. Ja. Daar dankt hij ook zijn mooie Frans aan. Dat moet je met een gemiddelde ingenieur, inclusief mijzelf, niet aankomen tegenwoordig. Hè. Dat is toch een beetje lastig. Nou, heel veel dank. Prachtig verhaal. Ik ben erg onder de indruk. En ongelooflijk hoe je al de plaatjes van vroeger vindt. Maar dat is ook jouw vak natuurlijk. Hè. Dat doe je heel goed. Nou, dit boekje. Dat is altijd traditie dat we een boekje uitreiken. Ja, we reiken eerst altijd het lidmaatschap en de vereniging Herstechnica uit. Nou, dat ben je ook al. Ik weet niet of je lid van Kiwi bent, maar ja, dat ben je ook al. Nou, alle boekjes heeft hij ook al, die heeft hij zelf geschreven. Maar wat je nog niet hebt, is dit boekje. Dat is dan jouw tweede, derde of vierde exemplaar. Nee, maar met opdracht van de auteur. En nu ook met een heel verhaal daarbij. Oh, dus heel veel dank. Dank je wel. En wat er ook altijd bij hoort is, als het rond kerstmis is, dan zeg ik, dit is een nieuwjaarswens. Maar je bent vorige maand bij jaar vergeten, dus dit is nog een verlaten verjaardagskaart. Nou, dank je. Hartelijk dank. En dat mag je dan vieren met wat erin zit. Dank je. Dank u wel. En de aankondiging voor de volgende lezing uit mijn hoofd van meneer Van Ditshuizen. Over wat is muziek? En dat verhaal heb ik een keer in een ander verband gehoord. Het zal u verbazen hoeveel wiskunde daarachter zit. En we hebben meneer Van Ditshuizen ook gewaarschuwd dat hij een beetje zich moet inhouden. Want dit was al een beetje, ja, er kwam ook wiskunde. Nou, dit was meer algebra. Dit was middelbaar school algebra. Nou, meneer Van Ditshuizen heeft de neiging om het nog een stuk ingewikkelder te maken. Maar het is wel heel fascinerend wat muziek is eigenlijk. En dat kennelijk, nou ja, dan praat ik een deel van het verhaal na. Voor Aziatische oren klinkt onze Europese muziek vals. Maar dan gaat hij over tellen, over harmonische trillingen. Nou, ik ben de details vergeten. Dus vooral, komt u volgende maand naar de volgende lezing. Dank u wel en wel thuis.